Pleunus was technisch ambtenaar bij de PTT, het huidige PostNL, en als zodanig een zeer gewaardeerd medewerker voor het verzet van Hogeveen. Pleunus maakte geheime telefoonaansluitingen en luisterde telefoongesprekken af. Hierdoor heeft hij veel arrestaties kunnen voorkomen. Ook heeft hij meegewerkt aan het opzetten van twee zendnetwerken. Eén in het ziekenhuis Bethesda en een tweede zender werd geplaatst in de gereformeerde kerk in de Hoofdstraat. En later is er een derde zender in het dorp Bijsten geplaatst. Door het oprollen van het zendnetwerk in Bethesda werd hij net als dokter Van der Velde in de vroege ochtend van 7 maart 1945 gearresteerd en doorgevoerd naar het huis van bewaring in Assen. Van hieruit is Pleunus doorgevoerd naar de Woeste Hoeve. Op 7 maart 1945 raakte de SS-officier Hans Albin Reuter, de Nazi-Duitse leider van de politie in Nederland, bij de Woeste Hoeve zwaar gewond bij een toevallige aanslag. Duitse vrachtwagens waren voor de verzetsgroepen zeer gewilde doelen. Zo kregen een Apeldoornse verzetsgroep een tip dat op 7 maart 's avonds een grote hoeveelheid varkensvlees in Epe zou worden opgehaald, bestemd voor het Duitse leger in de buurt. Dit leek een buitenkansje, vlees en een vrachtwagen in één. De verzetsmensen zagen de auto van Hans Reuter aan voor de vrachtwagen en er ontstond een kort maar zwaar vuurgevecht. Aanvankelijk dachten de verzetsmannen dat de drie inzittenden gedood waren. Echter bleek dat Hans Reuter nog leefde. Als wraak op deze aanslag zijn toen 116 gevangenen gefusilleerd. De Duitse Überwachtmeister weigerde echter deel uit te maken van dit vuurpeloton en werd toen ter plekke ook gefusilleerd. Een 50-man sterk vuurpeloton beëindigde het leven van deze dappere verzetslieden.